We gaan, jij mag de week openen. Ja. Ruim een week geleden waren wij bij het afscheid van Eberhard van der Laan. Ja. En nog steeds heb ik een beetje een verweest gevoel als stadsbewoner. Hè? Dat je denkt, hoe moet het verder zonder die man? Ja, we moeten wel. Mm-hmm. En nu zingen er dus ongelooflijk veel namen rond van wie de nieuwe burgemeester zou kunnen zijn. Nou ja, daar gaat nog wat tijd overheen. Mm-hmm. Kasia Ollongren, de lokale burgemeester, gaat naar Den Haag. En toen las ik een stukje in de NRC van zaterdag van Auke Kok. Ook al zo'n hartstochtelijke Amsterdammer. Mm-hmm. En die kwam met een idee dat ik dacht, ja, wat een goed idee voor een interim burgemeester. Iemand die het een jaar even overneemt tot er goed gezocht kan worden naar een nieuwe burgemeester. Ja. Heb jij een naam? Heb je een idee? Nee. Nee? Nee. Job Cohen. Job Cohen? Job Cohen. Terug? Ja, voor een jaar. Gewoon, hij kent de winkel. Zeker. Hij was een geliefde burgemeester. Absoluut. Hij moest zo nodig naar Den Haag. Mm-hmm. Voor ons hoefde dat niet, maar hij wou. Toen hebben we een geweldige burgemeester gehad. Een Eberhard van der Laan. En toen dacht ik, iemand die alle do's en don'ts in Amsterdam kent, die de erfenis van Van der Laan goed kan beheren, de top 2000 van criminelen, mm-hmm, de hele sfeer in de lieve stad. Job Cohen, ik vond het opeens zo'n goed idee. En toen dacht ik, als hij nou als adviseur Ahmed Marcouch neemt, die nu wel naar Antwerpen, naar Arnhem is gegaan. Ja, die is net maar ook al zo'n super goede eventuele burgemeester, maar goed, die zit nu in Arnhem. Okay. Niks aan te doen. Maar die kan misschien eens bellen met Job en eten. En dat ze met z'n tweeën eigenlijk een nieuw duo op Amsterdam. Wat vind je ervan? Ik vind het niet zo slecht. Nee. Niet zo slecht, nee. Ik zie hem graag. Beetje... Hij fietst te veel door de stad, hè? Hij houdt van de stad, ja, hij kent de stad. Maar die, even nu voor het echie, hij gaat uiteindelijk... Hè, het is ad interim, dus we gaan op zoek naar een nieuw... Heb jij, want je denkt er meer over na dan ik, merk ik al. Heb jij al een naam van iemand die het zou kunnen zijn? Nee. Van de nieuwe burgemeester? Echt niet. Nee. Ik kan me in de naam van Eberhard van der, in de plaats van Eberhard van der Laan heel slecht iemand voorstellen. Mijn fantasie houdt eigenlijk op bij hem. Okay. Maar Job Cohen. Aan tafel.